Hallo allemaal, ik ga jullie een tof gokspelletje laten zien. Ik heb hier drie kaarten, ik zal ze laten zien. Ik heb hier een groene diamant. Ik heb hier een groene diamant. En ik heb hier een rode diamant. En de bedoeling is dat jullie de rode diamant gaan volgen. En de rode diamant ligt bovenop. Elke keer als jullie het fout hebben, kost het jullie een euro. Ik zal het jullie laten zien. De rode diamant gaat naar onder. Nu is de vraag, waar is de rode diamant? Iedereen zegt natuurlijk onderop, maar dat is fout. Het kost u nu een euro. Heel veel mensen zeggen hij ligt bovenop, maar ook dat niet. Het kost u nu weer een euro, dus we zitten op 2 euro. Heel veel mensen zeggen hij zit in het midden. Ik zeg helaas, dat kost u nu al 3 euro. En sommige mensen zeggen tegen mij, je hebt helemaal geen rode diamant. Dan heb ik slecht nieuws voor je. Dat is 4 euro. Ja, dan ligt die groene bovenop, zeggen ze dan. Ik zeg helaas, dat kost u nu 5 euro. Dan zit hij in het midden. Die groene. Ik zeg helaas, dat kost u nu weer een euro. Ja, maar waarschijnlijk heeft u een extra kaart. Ik zeg, dat is niet waar, ik had er maar 3. Dus het kost u weer een euro. Nu zitten we al op 7 euro. Maar we gaan het anders doen. We gaan nu kiet of dubbel spelen. Als u weet wat de laatste kaart is, dan hoeft u niks te betalen. En als u het verkeerd heeft, dan kost het u dubbel zoveel geld. Dus in dit geval 14 euro. Ik heb hier dus een groene diamant. Ik heb hier dus een rode diamant. Wat staat er op deze kaart? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Nou, ik zal die vertellen, meneer. U kunt bij mij pinnen. Klein bedrag. Pinnen mag.